Ja. Nee, wacht even. Zo. Ja, en dan Thomas. En dan... Nee. Oh, ja, Thomas Müller. Thomas Müller. Ramt hem er even via de palen in. Oh mijn god. Yo, dames en heren. Mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe FIFA 17 Ultimate Team. Dit is op het moment ons team. En ik heb er nog eens goed naar gekeken. En ik heb nog even gekeken naar het bedrag linksboven. En ik zeg, 40k. Ja, toen ging ik even op de transfermarkt kijken. En de enige upgrades die ik eigenlijk zou willen zijn... Oeh, duur. Er is één upgrade die misschien zou kunnen in plaats van Herman Bellarabi. Maar qua statistiek gewijs gaat het niet erg omhoog. Qua skill moves gaat het eentje omhoog en dat is het eigenlijk. Dus zoveel verschil is er niet. Komt er gewoon op neer. We hebben meer geld nodig. Oh, meer geld. Over geld gesproken. We kunnen bijvoorbeeld wel even een leenspelertje Aubameyang item gebruiken. Je bezit dit item nu. Volgens mij stond er, kijk hier ook, geld 10 keer 1000. Stond er ook nog ergens een Marco Reus, kan ik me herinneren. 15 keer 1000. Hoppakee, dan krijgen we, in de FUT krijgen we meer geld. En hier Marcootje Reus. Zo. Nou, zullen we anders voor de gein eens even gewoon die mannen gebruiken? Wat is dit nou weer? Nou, weet je wat, dan gaan we die ook gelijk even inbrengen. Hoppakee, Aubameyang daar. Meneertje Marcootje Snoys ook daar. Nou, dat is wel even lekker, hoor. Dat is wel even lekker. En we hebben die geldbonus hebben we ook al geïnt. Dus nu kunnen we echt beginnen. En onze eerste tegenstander is Gewürz Club. En dat zijn allemaal Franse mannen. Oh, die keeper ziet er wel fraude uit, hoor. Voor de rest is het allemaal... Daar gaan we. Veel succes. En dan bedoel ik vooral aan mezelf. Even kijken, kunnen we een combootje creëren met Aupi? Kunnen we... Oh... Als die paas er doorheen was, dan had ik een combo. Oh god. Wie is daar? Sissoko. Gaan we even lekker niet doen. Even lekker niet doen. Herman. Ja, dat is lekker. Herman, naar binnen. Op die Thomas. Oh, dit moet hem worden. Got hem. Nee, dit meen je. Oh mijn god, wat een Franse fraude. Dit is het. Het is de Franse fraude. Ik schoot op de manier waarop je gegarandeerd zou scoren. En ik scoorde niet. Let's go! Die aanname is best oké. Je versnelling is ook best oké. Naar binnen. Hoppa! Er staat een joch tussen. Ik moest er iets mee doen. Ik kon niet echt verder komen. Zoveel vertrouwen heb ik niet in Aup. Sorry. Eroverheen. Hoi hoor! Lekker trunky. Dat is een lekker trunky. Up naar binnen. Ik kan het ook hoor. Aupie. Nee. Thomas, meh. Oh, Thomas toch. Oh, dit is best oké. Oh, nee. Waarom kan ik die kopballen er nooit in krijgen? Nee, wat gebeurt hier? Helemaal niks. Oh, mijn hemel. Bernard, kom op. Met je poot erop zitten. Nee, dit is echt naar, hoor. Ik zat er eigenlijk... Komt-ie. Ah, het is ook nog zo naar, joch. Nou, dat is zo tering nep. Want Bernat, die had hem eigenlijk gewoon. Alleen dan struikelt hij gewoon over zijn voet heen. Thiago. Kunnen we daar iets mee? Niet echt. Misschien zo. En dan zo. En dan zo. Nou, maar Royce. Je mag ook gewoon de bal aannemen. Aupie. Fuck it. Ren. Aupie. Aupi ren. Gaat ie. Ja, dat moest erin gaan. Dat kan niet hoor. Dat kan niet wel hoor. Meneer Aubameyang, rennen. Lekker schieten. Herman, door naar de Aup. Aubameyang. Die Thomas. Doe het maar. Kom op, Thomas. Nou, dat was de eerste helft. Eens even kijken naar die stante stinkies. Ja, hou op joh. Oh, we hebben de bal weer. Gaan we. Kan ik hem nog voor krijgen? Aupie. Zo, die trapt dat joch toch even in zijn nek. Castro. Meh. Oh, dat was een lekker schotje. Even terug. Even zo. Zo. Was dat buitenspel? Nee toch? Aupie. Ah, dat is wel lekker. Dat was wel lekker. Ik dacht dat is buitenspel en dan zijn we de bal kwijt. Maar bleek niet het geval te zijn. Thomas stond lekker op zijn plekje. Paaste mooi. Afwerking. Prima. Herman. Gaan we. Lekker rennen met die Duitse benen, Herman. Even. Oké. Zo. Zo. De Duitse joch.
Even een dolfijnduikie. Zo, daar staat hij toch even met heel veel aanvallende mannen. Op kop en dan kunnen we scoren. En doorpassen. En op een scornox. Zo, daar gaat hij even. Dag. Dag. Zo, Aubameyang, hou op. Hou op. Dat zijn de goals die jij altijd maakt. Dat is ook lekker. Thiago, dat is lekker. Even naar binnen. Thomas. Thomas. Thomas, hoeveel kansen jij hebt gehad. Dit is echt ongelooflijk hoor. Herman, dit is een uitgelegen kans. Door naar de Aub. Gaat hij op zijn hattrick hoor. Nee, oh mijn god. Ik moest nog een tikkeltje langer wachten. Ik wilde het balletje mee naar huis nemen. Ik werd gretig. Oh, dat is lekker. Dat is lekker. Dat is heerlijk. Door. Nee, nee, te hard. Zo dan. Thomas, score nou toch eens een goal. Ik begin daar echt van spugen, joh. Thomas, kom op, hé. Oh ja, daar zit ik tussen. Meh. Ze mogen een hoekschop nemen. Jezus. Goede kans hier. Hop, zo dan. Oh, jongens toch. Thomas. Nee, ik drukte al eerder op schieten. Ik snap niet waarom hij hem niet eerder pakt. Nou, jongens toch. Eén doelpunt verschil. Ik heb volgens mij wel 20 schoten op doel gehad. Aupie, wel man of the match. Is wel lekker. En gelijk 1400 muntjes erbij. Kijk, dat is die bonus. Ja, hier 14 schoten op doel en 21 in totaal. Absurd. Onze volgende tegenstander, Coventry City, heeft ook een Bundesliga teampie. En dat ziet er best uit. Oh, die Draxler. Dat is ook wel een manic hoor. Gaan we. Veel succes aan beiden. Maar voornamelijk aan mij. Want ik heb de leenspeler mannen. Oh, dit is lekker. Zo dan. Oh, ik was te laat met die paas. Maar misschien zo nog. Dat was een oké schot. Een oké schot. Ja hoor. Castro. Aupie er langs. Aupie er langs. Even naar boven. Aupie. No, mijn leven. Kunnen wij hier wat mee? Oh. Meneer Bernat. Die keeper deed niks. Meneer Bernat. Ongelooflijk. Ik denk die gaat bij verre naast. En hij racht hem gewoon in. En de keeper stond erbij van. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Hup. Zo. Zo. Schiet. Fuck it. Ik dacht misschien gaat hij erin. En anders halen we een corner eruit. Hop hop. Oh, Royce. Potverdik me. Royce kan opeens koppen. Wat is dit nou meer? Hop hop. Zo dan. Oh, zo. Heb ik me daar toch iets ontdekt of niet? Ik weet het niet. Castro. Vanaf hier. Wow. Met rechts buitenkantje had het misschien nog wel gekund. Links. Nou, dat was de eerste helft. Ik heb het gevoel dat het toch wel enigszins gelijk opgaat. Oké, hey, daar ging mijn gevoel. De tweede helft. Veel succes. Mogen ik nog eventjes kunnen scoren? Even wachten. Even terug. Even zo. Thomas Müller. Oh, Thomas heeft niet zoveel schotkracht, is te merken. En daarvoor moet je hem volgens mij even wat langer indrukken bij hem. Herman. Dat gaat hem niet worden, Herman. Aupie, dat gaat hem wel worden. Hop, 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 hop. Ja hoor, komt hem even bij die Aup naartoe hoor. Even knuffelen. Batman en Robin. Royce en Aupie. Lekker. Oké, kunnen we hier flink counteren? Of, ah nee, dat wordt lastig. Oh, dat wordt heel lastig nu. Oh, jemig, jemig. Bernard, loop dan door. Daar hield hij heel leuk in namelijk. Dat was een leuk trunkie. Oh, dit kan wel eens even lekker uitpakken. Aupie. Nee, naar Herman. Gaat hij insteken. Hoppa. En zullen we het zo doen? Hoppa. No fucking way. Jan Sommer, de gekste hoor. Oh, countertje. Daar kunnen we wel wat mee, denk ik. Even inhouden. En even die kant weer op. En dan... Meh. Oh, Thomas. Daar heb je toch ruimte. Aupie. Meh. Nou, mijn benen. Scheids. Ik heb op zich geschoten, maar alsnog. Nou, en dat was de wedstrijd. 2-0. Lekker wedstrijdje. Is lekker gespeeld. 1500 muntjes. Is lekker. En statistieken wederom in mijn voordeel. Oh shit, ik ben helemaal vergeten pakketjes te openen. Oh, kak. Nou, dat gaan we nu dan alsnog even doen. Per winst doen we namelijk een pakketje openen. Zo, dit zijn dure pakketjes.
En dan kan ik er maar 2 van openen. Dan kan ik de volgende wedstrijd niet. En dan doen we er eentje. En dan de volgende doen we een gewone. Dit moet mooier zijn. Dit moet de hele mooie zijn. Dat is compleet kak dus. Jemig, wie zijn dit? Het heeft mij geld gekost dit, jongens. Nou, nog even een goud pakketje eroverheen. Even een normaal pakketje. Druk maar door, want er zit toch scheid in. Hé, meneer Trap. Dat is weliswaar geen scheid. Nou, en dan zag ik hem voor 950 staan. U kunt zeggen, dat is scheid. Onze volgende tegenstander is Colonia FC. Dat is genieten hoor. Dat is genieten hoor. Hij heeft daar kekkenmannen staan. Hey, veel succes. Veel succes aan mezelf. Etcetera. Let's go. Oké, misschien dat 1-2'tje wat we hier kunnen creëren. Op zich. Aupi liep mooi in de ruimte, maar we verneukten het een beetje. Thomas, nu dan. Oké, nu dan. Die Thomas. Go. No. Ik drukte hem een tikkeltje harder in dan normaal gesproken. En dan kreeg ik dat als resultaat. Mijn leven. Zo. Thomas. Even die Duitse vrouw de benen er een keer tegenaan, man. Zo. En zo. Nee. Marco. Ah, kom op. Ik heb nu echt al een aantal keer de keeper uitgedaagd, hoor. Hij mag er nu al ingaan. Herman, mooi kopballetje hoor. Oh hemeltje, daar is hij nog langs gekomen. Nee. Piszczek. Nee, oh mijn god. Ja, godver. Ja, Piszczek. Jemig man. Je laat gewoon letterlijk de bal naast je gaan. Dit had er echt niet hoeven gebeuren. Ik raak ook dan volledig in paniek als dat gebeurt. Omdat gewoon de computer gewoon letterlijk anus is. Oh jemig, daar is hij langs. Daar is hij niet langs. Shit, ik had niet van verdediger moeten wisselen. Ja, nu doe ik het weer. Jemig. Wat een kakgoal. Oké, dit was wel mijn fout. Hier wisselde ik van verdediger terwijl hij hem opeens bijhield. Terwijl ik het vermoeden had dat hij het niet bijhield. Want die Douglas Costa heeft echt hoerenveel pace. En degene die ik had topprak ergens in de 70. En ik hield hem alsnog bij. Royce. Oké, kunnen we er wat mee? Even naar binnen. Even doorpasen. Thomas. Jezus, ik kon niet lopen want ik had een man bij me. Herman. Er is erg veel ruimte hier ineens. Jammer dat we er niks mee kunnen. Oh, Aupie. Oh god, ik had veel eerder moeten drukken. Oh mijn god. Komt-ie. Oh, heerlijk. Oh, gelukkig. Dat die keeper raakte hem nog aan. Maar godzijdank. Er is nog een kans. Oh mijn god, ik krijg de bal. Ik heb zomaar de bal gekregen. Zo dan. Ja hoor. Aupie Mejang. 2-2. Het is gewoon gelijk. Hoe kan dat? Oh jemig, die Costa is toch zo snel. En houdt hij weer in. Jij zweterige lamlul. Jij zweterig joch. Ik weet niet wie die daar heeft, maar Herman. Wie is dat? Oh, Rodriguez. Die heeft nu zo'n gek slingertje op zijn kop staan. Oh. Potverdik me. Het is halftijd. Ik heb zoveel meer balbezit, joh. Absurd. Ja? Nee, wacht even. Zo. Ja, en dan Thomas. En dan... Mee! Oh! Ja! Thomas Müller! Thomas Müller! Ramt hem er even via de palen in. Oh mijn god! Als je hem nodig hebt, dan is hij er voor je. Thomas Müller. Oké, Aupie. Letterlijk door het midden. Prachtig! Prachtig! Nee! Mijn leven! Jammer. Heel jammer. Ik dacht dat heeft hij wel, maar... jammer genoeg niet snel genoeg. Oké, we moeten rustig blijven. Dat is het doel. Blijf rustig. Kost wat het kost. Herman! Hij is het waard! Godverdomme je! Ja! Aubameyang! Hij flikt het hem! Dat kopballetje, dat kopduel. Het kopduel wat hij won. Ik had niet verwacht dat hij die zou winnen. Gaat hij uithalen? Oh jezus, ik wisselde. Nee! Nee! Ik wisselde op het eind. Kakzooi! Jemig, wat is deze wedstrijd? Dit gaat echt alle kanten op. Alle kanten. Aup. Ja. Aupie Mejang. Lekker gelopen, mijn jongen. Ik zag je. Ik had mijn oogje op je. Ik heb een oogje op je. Jij knappe, gabonse man. Daar gaan we. Max Kruse.
Oh, daar ga je. Daar ga je. Onderbroken. Nu het nog kan. Ik zie Aup in het midden. Ja, ik blijf gewoon rennen hoor. Herman. Herman. Huh. Jezus. Die had ik moeten aannemen. Ja, ik zie Herman. Maar ik zie ook. Ja, nee. Ik werd onderbroken. Niet lekker. Koning Plyanka. De bal te ver voor me uit. Zo. Pas op. Oh, jemig, Schürrle. De kans van je leven. Oh, jemig. 5-3. Kan je het geloven wat hier gebeurd is? Aupie mag de bal mee naar huis nemen. Wat een lekkere vent is er toch. Die moeten we toch even gauw zien te regelen. Maar ja, op de transfermarkt, hij heeft gewoon een 10. Hij heeft gewoon een 10. 3 doelpunten. Jezus. 1500 muntjes wederom. Maar die Aupie, die is me toch een partijtje duur. Dat is niet leuk meer. Ik zal het je voor de gein wel even laten zien. Hier, meneer Aup. Gemiddeld 400k. Tenminste minimaal 400k. Ja, en dan kom ik aan met mijn 50.000 muntjes. Dat is gewoon triest. Maar we mogen daarentegen wel gewoon weer een pakketje openen. In de hoop dat we hem daaruit krijgen, maar dat lijkt me niet. Want walkouts, daar heb ik nog nooit van gehoord. Darmian. En hiermee is het einde aangebroken van deze aflevering. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig nog een paar andere video's van mij zien? Dan kan je hier drukken of hier. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende aflevering. Doei!